Ik ga jullie vertellen hoe je je kunt registreren op de website lessonup.com. Als je naar die website toe gaat, kom je uit op de pagina die je nu voor je ziet. En dan ga je naar rechtsboven en dan klik je op de knop registreren. Je kunt hier kiezen of je docent bent of een leerling. Nou, je bent uiteraard een docent, dus je klikt hier op de rode knop verder als docent. Ze hebben het bij LessonUp makkelijk gemaakt en je kunt hier inloggen of met je Google-account of met je Office 365-account. Ik zou het makkelijk maken en gewoon lekker je Office 365-account van school pakken. Dus daar klik je op. Je logt hier in met je Giro-account. Je komt hier standaard in de pagina van de Giro. Het kan zijn dat je de multifactor authenticatie hebt aanstaan, dan moet je deze code invullen. Heb je dat er nog niet aanstaan, dan hoeft dat nog niet. Als ik mij heb geregistreerd, dan moet ik nog een paar dingetjes invullen. Eigenlijk staat het allemaal al goed, namelijk welke taal wil ik gebruiken? Nederlands. Ik woon in Nederland en ik ga met de algemene voorwaarden akkoord. De onderste die kun je aanzetten, hoeft niet. Je klikt op accepteer. Nu ben je geregistreerd en kun je gaan beginnen met het maken en delen van lessen. Je klikt hier op ga naar jouw lessen en dan kom je op de pagina uit waar het allemaal om draait.